finale nummer 4 nu, de finale van de toerismeklasse Plus 600 C. En dan krijgen we dan volgens de 5 de verlaagde kevers. En dan staan hier de volgens van de kasteel in de rode MR. En dan hebben we Rolling Klein. De derde positie op dit moment. De plaats voor Christophe Berks bij het rijden van de sender. Dat kan iemand tegen Jonas Eekhoff. En dus met de doodleiding van de eerste ronde, zeg maar Ronnie Klein die de leiding overgenomen heeft, dat is van de gespeeld. Stefan Eirik nog steeds op 3, Christophe Berks 4, 5 voor Wouter de Sender. Wouter de Sender nu voorbij Christophe Berks, gaat naar de vierde plaats. En dan zien we dat nog weer Christophe Berks die terug die positie overneemt, maar is hem terug bij de volgende bocht. Van de Kastelen, 4 Walter de Sender, 5 Christophe Berks.